De federatie van Javanisme in Suriname, VFJS, heeft vandaag een petitie ingediend bij minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken. Met deze petitie vraagt de federatie dat de Javaanse gemeenschap een nationale vrije dag krijgt toegewezen. En wel op 31 juli, Javaans nieuwjaar. Eduard Rejo Setiko, vertegenwoordiger van FJS, geeft aan dat de Javanen sinds hun komst in Suriname een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het land. Ook leveren de Javanen een belangrijke bijdrage aan de Surinaamse cultuur. Het instellen van de Nationale Vrije Dag moet gezien worden als een erkenning voor de offers die de voorouders van de Javanen hebben gebracht. Dat deze dag een nationaal karakter draagt. Omdat de Javanen volledig zijn geïntegreerd in het Surinaams volk. Met behoud van hun cultuuruitingen en religie. En al dus een onafhankelijk deel vorm van de Surinaamse identiteitsminister. We zouden Suriname niet meer kunnen voorstellen met Bami, met Soto, met Berkat, met Jarakepang. Ik zal maar niet verder hierop ingaan, minister. Dat nagenoeg alle groepen die aan de basis hebben gestaan van de Surinaamse natievorming reeds een nationale dag hebben, waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. Alleen de Javanen hebben dat nog niet. Hetgeen een strijd is met het gelijkheidsbeginsel en overkomt als discriminatie. Minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken zegt dat de Javaan geen vrije dag zoekt om vrij te zijn. Het verzoek voor deze vrije dag ziet hij als een stuk erkenning waar de Javaanse gemeenschap om vraagt. Jullie willen erkenning. Jullie willen jullie kunnen vereenzelvigen met deze dag. Laat het voor de wereld duidelijk zijn. Deze dag is niet alleen voor de Javaanse moslims. Want ik zie de lijsten moslims hebben getekend. Javanisten hebben getekend. Christenen hebben getekend. Boeddhisten hebben getekend. Zuidbidders, Oostbidders, Westbidders, Noordbidders. Iedereen heeft getekend. Ik denk dat vandaag de tijd is dat we die erkenning krijgen. Ik heb ook gehoord dat er nu al Javaanse broeders en zusters in stelling worden gebracht om tegen deze dag te zijn. Om die verdeeldheid te brengen. Ik wil de boodschap aan hun doorgeven. Als je niet één wilt zijn als volk, dat is jouw keuze. Wij gaan er niet vragen om met ons te strijden zoals de honderden hier willen en de duizenden thuis willen. We gaan je niet vragen om met ons te strijden. Maar strijd ook niet tegen ons. De Federatie van Javanisme in Suriname vertegenwoordigt 74 organisaties en circa 80.000 personen. Minister Somoharjo zal de petitie doorgeleiden naar de regering en hoopt dat de Javaanse gemeenschap de ondersteuning krijgt.